Om te zeggen, ben je een goede influencer? Nee, ik sta in de min. 500 in de min. YouTube is dus niet zo populair om te adverteren. Het nee. is Instagram en TikTok. Ja, uh, we staan voor jullie deur voor de eindoplevering. Uh, Hartkloppingen. Ik. Dus ik, ik zeg, hè? Dat is tot morgen. <laughs> ja, ik blijf mij even mee. mee. Liever op. trouwen met iemand die niet van je houdt, of trouwen met iemand waar jij niet van houdt? Nou, daar ben ik te egoïstisch voor. Dan alleen maar trouwen die, uh, die van mij houdt. Dus uh, jij hoeft niet van diegene te houden. Nou ja, misschien... ja dat is wel wel jammer. Want... Maar vind je diegene dan aantrekkelijk? Ik denk dat dat wel kan. Dus ik vind diegene aantrekkelijk, maar je houdt ja, er niet van. Ja, dat kan. Dan kies je dan maar voor, toch? Ja, dan heb ik liever dat iemand mij adoreert. Dat <laughs> ja, ik niet eigenlijk. Weet je dat deze vraag serieus door een kind, verdacht is? Ja, bizar. Ja. Hè? Bizar, ja. Maar ja, wat zou jij kiezen? Uh, iemand die van mij houdt. Ja? En dan hou ik maar niet van diegene. Ik denk dat komt dan nog wel zo. Ja, maar was niet nee, want in deze vraag zal het waarschijnlijk ook niet meer komen. Komt het nooit meer? Ga nee. ik nooit meer van iemand houden? Nee. Vind ik wel heel heftig hoor. Maar als diegene niet van mij houdt, ja, dan ga je dat waarschijnlijk merken. En dan word je ook ongelukkig van. Dat is waar. Dit en meerdere dilemma's kan je krijgen in het nieuwe, nou, niet nieuw, maar hij is al bijna een jaar oud. Maar het uh, Junior-spel, het mentale gezondheidsspel Junior, te koop via de webshop. En wat ook te koop is via de webshop, zijn onze nieuwe kleding. In onze nieuwe kleding. Namelijk een onderprikkeld shirt die ik nu aan heb. En een overprikkeld shirt oh, roze. Ja. Ik wilde oranje zeggen, maar dan komen het deze kleren maar. Die eventjes. hadden we dan al, maar dan gewoon regular fit. Ja, regular fit en een kindershirt. Dus ga vooral naar vetgezellig.shop om te kijken. Zeker. Ja, we zijn er even een weekje tussenuit geweest. Ja. Had je dat verwacht? Echt een opknappertje geweest, hè? Vind je? Nee, ik heb weinig kunnen relaxen. Hoor, ja, moet ik zeggen. Mensen zeggen altijd verhuis is het, uh, heel, heel stressvol. Dan denk ik ja, maar ik bereid alles goed voor. Ja, dat dacht ik dus ook. Wat is er dan stressvol aan? Ja, waarschijnlijk de grote dag en dat je daar even moet wennen. Maar ja, het heeft toch uh, ze hebben toch wel gelijk. Al die mensen die dat elke dag weer in en uit zeggen. zeggen. Nou ja, ik dacht, ik ben altijd een beetje uh, reconcitrant erin. Dan denk ik ja, het zal meevallen, en, mm. uh, pff, zal mij niet gebeuren. Maar ik dacht van de week wel, van. En dan zijn we... Eigenlijk heb ik nog steeds het idee dat we niet klaar zijn. Nee, want ik heb ook nog wel echt het gevoel dat ik nog moet wennen met waar ik woon. Alsof we de stad nog moeten leren kennen. <laughs> nou, dat niet. Nee, dat maar goed. ik kan me niet herinneren dat ik daar veel moeite mee had toen ik uh, verhuisde naar uh, het vorige huis. Ja, maar ik denk dat het wel uh, net uh, coronatijd was. Was dat dus toen dus coronatijd? Je bijna. Oh. Ja, begin, begin februari ging jij erin en volgens mij eind februari kregen we allemaal gezeik. Toen. Dat is waar, inderdaad. Dus ik denk dat je toen misschien wat makkelijker hebt kunnen wennen, omdat je toen ook echt gewoon relaxed en ja. dat toen geen werk, denk ik ook. Moet dat nou weer? Nee, maar dat is Dat de... Is je nou weer aan het uiten bent als werkeloze. Ja, nee, maar dat best wel, Dat is wel echt anders, denk ik. Als je ook nog bezig bent met dingetjes daar, daarna, ja, dan is het, het wel is intens. wel waar, inderdaad. Ja, ik denk dat dat makkelijker was. Ik weet niet wat ik daar voor het eerst wakker werd en dacht: wauw, dat ik hier mag wonen. Nou, dat denk ik hier. Nu en nu ook. heb ik dat hier ook. Dus ik denk maar hier toch heb dat je het wel... meer, want die gaan naar buiten kijken en denk ik zo. Ja, maar je waardeert het meer omdat je uh, nu ook het andere gehad hebt, heb ik tenminste. Ja, dat is wel Ik waar. had nog niet echt in een heel oud huis gewoond. Hoe Mijn oud was je het vorige huis? Nee, dat andere huis. Daarvoor? Dat denk, weet ik veel, 70, 80? Oh echt. Dat was okay, een ja. ongebouwde bejaardenhuis was dat. Was het een bejaardenhuis? Ja. Nou ja. Het was helemaal van beton, dus het kan niet heel oud geweest zijn. Nee, toch? dat is waar. Ik heb er eentje uit 1954. Dat is op zich wel oud. Echt? Met enkel glas. Dat is de geboortedatum van mama. Nou ja, dat is waar inderdaad. Ja. 1954. De eerste steen is gelegd ja. op in 1954 in Noord ja. Rotterdam. En toen hebben ze er ook gelijk een blok hout op gedaan vanwege dat ze nou ja, van hout ze... en beton wilden, toch? De eer... Dat is toch de eerste. <laughs> ja, ze wilden graag uh, geluid, maar geen geluid. Ik vond het wel een leuk idee. Een de eerste constructie met hout, zowel hout als beton die flat. Ja, dat is de eerste in Nederland of zo, toch? Ja. 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 Maar goed. We gaan het vandaag nog steeds hebben over de verhuizing... dus mocht je dat niet interessant vinden, klik vooral weg. Had je ook wel een titel in het kunnen zien trouwens, maar... Het ligt eraan wat voor uh, titel jij gaat doen, toch? Ja, misschien ben ik wel geklikbeet. En de werkeloos. Dat misschien nee, ik denk dat eerder twee iets aan, seconden over. aan. Nee, mijn titel is. was meer eerder in de trant van... ik ben een slechte influencer. Oh, dat en is wel is echt een leuke. Ja. Dus dan gaat het meer daarover misschien. Ja, misschien wel. Dus het gaat wel over de verhuizing, maar ook weer niet. Ja. En dat komt omdat we nou, het leek me gewoon leuk om dit verhaal te delen. En ik kon het niet in de video echt kwijt. En ik ga het toch doen. Ik weet niet mm -hmm. of het heel slim is, maar ik doe het toch. Want mensen vinden het leuk om insights te krijgen. In, ja, je hoeft toch namen te niet te noemen en zo. Nee, ik hoef geen namen te noemen, inderdaad. Maar goed. Dus ja. we gingen een, 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 een uithuisserie maken. Althans, ja. dat was mijn idee. Om een uithuisserie, sorry, een verhuisserie. En ik dacht van. Nou ja, het is wel leuk. Wordt goed bekeken. Laat ik eens een sponsor uh, toelaten. Had je dat zelf uh, geregeld nou nee. eigenlijk? Nee, uh, hè? Dat is naar jou toegekomen. Dit kwam echt wel? toevallig op een pad. En ik dacht, oké, okay, nou. Dus we gaan terug. Een maand ru ruim een maand geleden in de tijd. Nou, eigenlijk gaan we een paar jaar geleden in de tijd. Want deze partij wilde al veel vaker met me samenwerken. En ik heb het steeds afgehouden. Want ik dacht, ja, niet echt nodig. Nou, je vond ook vaak de video-ideeën niet uh, ja, de video leuk genoeg. Nou, het hele ding is, bedrijven komen naar je toe. En dan denk je van ja op zich wel leuk maar dit kan ik niet helemaal in mijn leven verwerken dus zonder dat het echt totaal niet natuurlijk is mm -hmm. dus het ging over een bed nou kan je zelf wel raden welk merk het is um, en ik heb die al... beter bed Sorry, ik zit echt na te denken Peter bed. nou nee, goed <laughs> <laughs> maar ik heb ze niet genoemd nee um, uh, en, en ik ben al vaker benaderd ik denk dat oprecht zes keer denk ik een vijf jaar twee jaar ik heb je er heel vaak over gehoord ja en ik heb het steeds afgewezen omdat ik dacht van ja Past niet helemaal. Ik heb het niet echt nodig. Nou, nu gingen we verhuizen. Ik denk, nou ja, op zich, een nieuw bed. Dat da, da, da vond ik wel chill. Want mm. het bed wat we hadden, had ik al twaalf jaar. En dacht van, is wel een klein beetje aan vervanging toe. Hij, doet het nog, hij deed het nog prima. Hij met, deed wat hij moet doen, toch? Ja, maar het stond bed. niet helemaal hoe we het in de kamer <laughs> wilden hebben. Nou, hij is met je vorige verhuizing is hij over de, uh, uh, overal overheen gegaan. Ja. Sleept, omdat het bedrijf was gewoon een beetje rauwduig. Daar heb je natuurlijk ook voor betaald. Dat, dat, ja, het was een beetje een goedkoop bedrijf. Nu hebben ja. we weer wat duurder bedrijven ingehuurd. Moet ik moet zeggen, dat ging echt vlekkeloos. Dat zie je ook wel in de video. Ja, maar het bed was niet vlekkeloos. Nee. Dat zat onder de vlekken. En toen heb ik dat nog omgekeerd zo. Uh, toen dacht ik, ja, hoe kom ik daar nou vanaf? af? Dan heb oh, ik het best was het aan omgekeerd? de andere kant? Vandaar ja. dat ik het niet meer zag. Ah. Maar ook die uh, uh, die eromheen zat, die sloof. Bolton? Ja, het was één die echt om die dikke rand ja, van de ja, spring ja, ja, ja. heen zat, die had je er al afgehaald. Wat hij ook fysiek was. daar gehoor, was, zaten heen. ook al vlekken ja, ja. op. Die wilden we eigenlijk opnieuw kopen, maar dat hebben we toen niet meer gedaan volgens mij. Nee, want dat was ook best wel prijzig. En dan, dat was een ander IKEA, een ander uh, product. Ja. Dat, dat hadden ze niet meer. Dus dan was het ook weer de vraag: gaat die passen of niet? Ja. Maar goed, om, om terug te komen op het bed, we, we, we hadden dus een paar weken geleden. Toen uh, had ik contact uh, en ze wilden me in eerste instantie een matras aanbieden. Maar ja, ik dacht, ja, matras, ik heb al een matras die ik goed vind. Echt een goed matras. Ik ja. vind dat niet echt nice om dat weg te moeten doen om een nieuw matras te nemen. Dus ik zei van ja, prima dat we kunnen samenwerken. Maar ik heb liever een bed, want een bed die wil ik wel opnieuw. Ons oude bed wilden we gewoon via Marktplaatsraads weggeven aan iemand mm -hmm. die, het wel nodig, die het ook gewoon nodig had. Overigens, hij was was vlekkerig, maar niet vies of zo. Hè? Dus we nee, het was vlekkerig, makkelijk. maar je kon hem tegen een kant aan zetten... en dan zie je die vlekken niet. En hij stond niet helemaal in het je huis. Je kunt er een sloof voor... omheen doen. Ja, maar we vonden die poot ook te hoog, toch? Ik vond die poot gewoon lelijk. Het jij waren hem iets lager. vierkante blokken. Ja, maar we lagen ook best wel hoog en jij wilde ja, sowieso iets lager. Ja. Ja. Dus ik dacht van, nou, leuke samenwerking, laten we dat doen. Nou, Dus ik deed best moeilijk. Ik ben volgens mij als influencer best moeilijk. Soms, want ik, ja, ik, heb, ik krijg het idee altijd als ik met die bedrijven bericht dat ik toch wel wat ben. Ik denk ben. niet dat dat per se zo is, oh. maar ik denk dat uh, veel mensen daar managers voor hebben. Ja, misschien is dat het. Inderdaad en zo. Hoe, hoe je hebt toch ook van die bedrijven die dat overnemen van je de Man marketing. Managers. Dat is wel dat noem je gewoon een manager. Ja, management. Ja, management. Maar nee. Dat heb jij niet. Nee, managements kunnen mij niet goed verkopen. Nee. <laughs> ja, ik, ik snap het nog steeds niet helemaal, want volgens mij heb ik genoeg dingen die ik doe waar, waar, je, waar je producten aan zou kunnen koppelen en zo. Maar ja, op een of andere manier. Vaak, uh, ja, maar op een of andere manier, ik denk dat ik ook in die gesprekken soms te moeilijk ben. Echt oprecht. Ik merk het dat echt. Dat ik gewoon... vraag het me af. Dat vind ik helemaal niet. Ja, maar... Maar ik denk dat ze niet weten waar ze, waar ze jou moeten plaatsen. Omdat je a, een publiek hebt van vrouwen van 90% terwijl je een man bent. Niet meer. Het is inmiddels 80%. Nou, 80, 80, ja. 20. Dat is toch gewoon vooruit gaan. Ja. En uh, je hebt het over mentale gezondheid en eten. En vaak zien mensen die combinatie niet helemaal. Terwijl wij hem wel heel duidelijk zien. Ja, maar ook het lifestyle, want uh, ik vlog ook. Dus in principe kan je daar alles in kwijt. Zelfs ja. een fiets of weet ik wat, een ja. droger. Weet ja, ik kan Je ook het denken over al het eten op de wereld. Waarom je daar nooit een ja, sponsor in hebt? Daar ben ik krijgen. wel echt lastig. Ik heb kunnen krijgen. Ja, maar daar ben ik echt lastig. Want ik wil, al, ik wil altijd echt de mening geven over dat eten. Ja, maar als je al fan van iets bent. Ja, dat is waar. Ja, ik weet het ook niet, schat. Ik, uh, maar maakt niet het uit, dan gaat het gaat niet om dat zijn. je moeilijk bent weg te zetten. Het gaat nu om het bed. Ja, nou goed. Ik ben, uh, ja, bed. Dus uh, bed. Nou, uh, beter bed. Met uh, <laughs> sleeps. Uh, nee, geintje. Uh, alle, ik ben net uh, de NPO die dan alle uh, uh, merknamen opnoemt. Hoe ze dat? Ja, dat, dat, dat mag eigenlijk niet. Maar van, dan, dan zeggen ze een merk in een talkshow of zo... en dan noemen ze gelijk een paar andere concurrenten op. Maar dat mag eigenlijk helemaal niet, want ze nee. mogen geen reclame maken op de NPO. Oh. Zomaar voor een iets. Ik had dat zo apart. Maar goed, dus. Ja, ik, ik had gezegd, ik wil dit bed. Nou, uiteindelijk was dat goed. Nou, ja, ze hadden allemaal voorstellen, maar die wilde ik niet. Want ik vond geen mooi bed. Het was een grijs bed. Ja, ik hou niet zo van grijs, dus we wilden uiteindelijk een beige bed. Maar nou, nee, er was een of andere... We hadden er eentje die we heel mooi vonden. doodskist, toch? Die je open kon uh, doen. Ja precies. ja, precies. We hadden eentje die we wel mooi vonden, ik dacht nou oké, okay, prima gaan we die doen. Dus ik had hem besteld. En ik denk van dat weekend van laat ik gelijk de nest eruit gooien, want twee, over twee weken gaan we verhuizen. Ja, maar let wel, je was bezig met um, uh, je zou gaan ondertekenen. Ze dus ja, waren bezig met het papierwerk was, uh, op Ja, het contract maken. was volgens mij zelfs binnen. Ah, oké. Okay. Ja, dus uh, heb... je dacht van uh, Nou, net niet. Net wel net. Kat in het bakkie. Niet. Nou, toen kreeg ik dus een mailtje. Nou, van, Wacht even. Uh, 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 uh. Ja. Nou, we hadden dus het bed eruit gewerkt. Dat doe je, daar ga je zo snel overheen. Oh, is dat een heel erg uitgebreid ja, ik verhaal? ben gewend om, om alles een beetje uit te rekken. Nou, dan rek je mij uit, zeg maar. Hoe ging dat dan? Marktplaats. Nou, we hadden alles op marktplaats gezet, <laughs> gezet, wat je twee weken geleden ook hebt kunnen zien. En, en ja, we, we dachten dat... van, we gaan hem, gaan hem alvast eruit doen. Want dan hebben we daar weer een zorg minder over. Ja, nou, en we vinden, ik vind het ook altijd belangrijk dat dit soort dingen die gewoon goed zijn bij mensen gekregen die komen... Die kunnen Gebruiken. Ja, nou. je weet nooit hoe het gaat lopen, want de ene keer zet je iets gratis erop en dan winnen mensen het niet. En de andere keer zet je iets gratis erop en is het dan over een uur weg. Ja, maar hier dus, was een meid die heel graag volgens mij het wilde. Ja, maar dus toen dachten wij van: zet hem er alvast op. Mocht het ja. langer duren, is het ook prima. Is ja. die alvast weg. En er was een, um, een jonge griet met haar moeder die ik kwam ophalen, helemaal blij mee. Nou, toen hebben we dus twee weken lang op. Nou, we hebben een week lang op de grond geslapen. En toen kreeg ik een bericht van ja, het bed is, uh, duurt veel langer voordat het geleverd kan worden. Dus ik denk, kun je, kan, je, kan je niet iets anders kiezen? Ik denk nee, want dit is het enige bed wat ik nog wilde. Van de keuze die er was. Mm -hmm. Uiteindelijk puntje pauwtje. bed weg, <laughs> geen nieuw bed. Eh, geen samenwerking. Geen meer. samenwerking. <laughs> dus om te zeggen, ben je een goede influencer? Nee, ik sta in de min. <laughs> 500 in de min. Wie vroeg dat nou ons? Er vroeg iemand: hebben jullie veel samenwerking kunnen regelen voor je nieuwe verhuisserie? Dus zei, zei ik van we staan nu min één bed. Ja, was <laughs> ja, Weet ik niet meer. Maar het, 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 het is gewoon. Ik weet niet wat het is. En dit, dit heb ik al jaren op een of andere manier. Ik ben geen salesman. Nee, dat meen je niet nee. En ik kan ook niet hard zijn, want ik had ook kunnen zeggen: Ja, sorry, maar je moet nu wel iets gaan regelen, want dit en dat. Ik heb nu mijn bed weggedaan. Want het was al een week of een anderhalve week dat ze hadden gezegd: wij gaan hem bestellen. Of, of ja. in ieder geval was dat voor het weekend gezegd voordat we hem eruit deden. Ja, het was eigenlijk in Kan en Kruik. Je hoeft eigenlijk alleen maar te wachten op uh, bericht van uh, uh, zo komt en, uh, nou. Maar ik had dus al een tijd dat ik twijfelde om samen te werken met die partij, omdat ik. Voelde niet helemaal lekker. Maar dat heb ik eigenlijk altijd met samenwerking. Mm -hmm. Het voelt. Nee, dat is trouwens helemaal niet waar, dat zeg ik nu. Maar heb ik soms bij sommige dingen denk ik: van ja, wil ik dit wel of wil ik dit niet? Ik heb wel eens gehoord van een andere uh, YouTuber dat ze zei dat ik veel te kritisch was. Mm -hmm. um, en dat, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Want sommige dingen is gewoon niet erg om te promoten als iemand anders er ook wat aan heeft. En in dit geval vond ik het eigenlijk ook niet erg, maar toch weer wel, omdat ik dan heel veel mensen het zien promoten en dan heb ik er eigenlijk zelf al een beetje een aversie tegen. Is het nu? Zo? Trouwens, ik weet niet eens of de samenwerking niet meer doorgaat. Als in, ik heb eigenlijk niet meer echt een week lang al niks meer vernomen, dus ik gok dat het niet meer doorgaat. Plus er staat al een nieuw bed. Ja, plus er staat al een nieuw bed. Dat zien jullie volgende week denk ik. Ja. Um, maar dat is op een of andere manier en ik weet niet hoe dat kan. Ik ben daar zo slecht in. In het, in het, in het, in het, in het. In het, in het, in het ik zou daar echt een cursus voor moeten volgen, of iets beter in moet worden, of in meer aandacht ja, aan moeten Ja, maar sales besteden? is een heel uh, een, een hele kunst. Ja, ik weet het. Ik denk, en vooral wanneer je een creatief iemand bent en daar echt je passie in ligt het filmen, het fotograferen en ideeën bedenken dan is sales echt een heel vak apart ernaast. Dat kan ja. bijna niet dat je dat allebei heel goed beheerst. Klopt. Ja, en je moet er ook heel veel tijd en aandacht in aan besteden. Daarom doen wij ook die webshop, omdat ik denk van ja. Dan hebben we tenminste een product wat we zelf hebben gemaakt, wat we zelf leuk vinden, en proberen we dat. Maar ja. ja. Om heel eerlijk te zijn, aan samenwerking verdien ik echt meer dan aan de webshop. Ja, en het is ook uiteindelijk um, is dat ook een deel van je werk natuurlijk. Ja. Maar daar heb je vaak gewoon echt een management voor denk ik. Vele. Ja, maar niemand wil me schat. Ja, niemand wil je, ja. Ja. dat een beetje. En sommige op. mensen mailen me en die wil ik dan weer niet krijg je ook dan nog hè? Het is niet alsof ik nooit een mail nee, krijg. Nee, maar... dat is ook zo, maar ik denk ook, uh, je moet uh, daarin ben jij sowieso wel kritisch, denk ik. Ja, ik ben, moet echt minder kritisch zijn. Ja, je zou minder kritisch moeten zijn, maar ergens begrijp ik het ook wel weer, want iemand uh, die er buiten staat, bijvoorbeeld ik, die voorheen video's keek van mensen, mm. voordat ik jou leerde kennen, en ik zag bepaalde dingen voorbij komen, dan dacht ik ook wel, uh, ja, wat is happening hier? Van dat dan dacht ik van uh, het past of past niet bij diegene, oh ja. of je denkt dat gebruik jij nooit, oh ja. of het komt gewoon echt niet natuurlijk over, ja. en dan wordt het ja, helemaal verwerkt in de video en vind... dan kom je na een kwartier erachter dat het een sponsor is, ja. Dat... Ja, oké, okay, dat snap ik wel, maar ergens vind ik het toch ook, ja, kijk, het moeilijke van de hele situatie vind ik met influencers, je kan of, of met YouTubers of met videomakers. Je hebt het wel nodig. Ja, dat is ook zo. En ik vind ook wel dat er een leuke manier is om het te verwerken. En ik vind ook als ik de video's heel leuk vind van mensen. Dus wij kijken ook wel veel Amerikaanse YouTubers. En dan vind ik de video heel leuk. En er is er, nou, deze video wordt gesponsord door. En dan klik ik ook of door of ik denk, nou, ik ben wel even benieuwd. Maar dan weet je, iemand wordt gesponsord. Um, je kijkt naar een hele leuke video. Het is eigenlijk een soort, je ziet het als een soort reclameblokje, ja. vind ik dan. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus ik denk op die manier, in je videoverwerking heb je ook leuk gedaan met, een uh, met, uh, mag ik dat zeggen? Next Story? Ja. Yeah. Ja, vond ik leuk gedaan. Dat heb ik toen gedaan. Toen ging je even voor de camera zitten, toen deed je even een reclameblokje en dan zag je zo'n schuivertje aflopen. Hebben we dat gedaan? Ja. De laatste keer? Ja. Heb ik toen ook zo'n schuivertje gebruikt volgens Volg mij? mij wel. Echt? Nou, dat weet ik niet zeker. Dat, dat was hier al die keer zeker. daarvoor volgens mij. Oké, okay, maar... Dat ik zo uh, meerdere plekken met de ja, schuivertjes. toen dacht best. ik van ja, je kijkt gewoon een hele leuke video. Ja. Dat uh, en, en dat maakt dat niet zo, goed, niet zo veel uit, vind ik. Nee, maar we staan wel een bed, uh, min een bed. Ja, we min hebben, een bed. Uiteindelijk hebben we nu dus een bed gekocht. Uh, bij Ikea, waar we eigenlijk wel blij mee zijn, want daar heb je uh, aan de onderkant ook nog opbergruimte ja. in ladenvorm en dat is wel echt chill. Dus dat zie je komende Vind het maandag. Ik een bed. Ja, ik ben ook er ook blij, blij mee. Ermee. Maar uh, ik wil het toch even een keer. Weet je, ik krijg best wel wat berichten van mensen die het juist heel fijn vinden als ik open over dit soort dingen ben. Ik weet, het is altijd wel lastig, want ik wil ook een bedrijf bijvoorbeeld niet schaden. Want in principe kunnen ze er, ze kunnen, het bedrijf zelf kan er ook niet zo heel veel aan doen, omdat het gewoon in Communicatie gewoon een beetje verkeerd is gegaan, vooral. nee, maar vaak zitten er ook weer bedrijven tussen, toch of zo? Ja, klopt. Ik denk dat het heel lastig is dat ze niet direct kunnen zien. Dit en dat uh, is op nee, voorraad. nee, maar het is zo jammer dat het dan inderdaad pas een paar dagen of voor mij was het bijna een week later dat ik het ja. was. Een week later, anderhalve week, top. zei je toch? Ja, dat weet ik dus niet zeker, oh, meer. maar okay. in ieder geval bijna een week later. In ieder geval. ja, ik had wel het bed er al uitgedaan. maar goed. Ja, dat was misschien ook een beetje voorbarig, maar. Nee, want ik ging ervan uit dat het doorging. Maar ik het had al zoveel uh, ja, uh, mailtjes de... heen en weer gestuurd. Ja, denk, ja dat gaat wel door. Ja. En als, als ze zeggen van ja, we gaan hem bestellen, dan, dan, dan heb ik het idee van oké, okay, dus dan kan ik dat wel safe hmm. doen. Ik had het misschien nog even een keer kunnen vragen. Dus ergens ook, weet je, ik wil een klein beetje ook de hand in eigen boezem steken. Ik heb natuurlijk ook zelf sneller gehandeld als dat misschien. Ja, het was. is allebei onhandig. Maar ik vind het altijd. Um grappig om, als je een grote verhuisserie maakt, dat oh. mensen dan denken van, oh wow, wat, en wat heb je allemaal gekregen wat er in je huis staat? Nou, we hebben nu een kleed. <laughs> die moeten we nog uitpakken. Ik ben wel benieuwd. Ja. En ik heb uh, nog één samenwerking. Ja? Oh, ja, maar ja. die zijn komen elke dag uh, van pas. Heerlijk. het voelt niet eens als reclame maken. Nee, dat voelt echt niet als reclame maken, maar dat is wel lastig, want wat, wat ga je verwerken inderdaad in een video wat ook een soort van logisch is en wat dus wat je ook gaat gebruiken en dat vind ik dat is een beetje de fine line waar ik probeer tussen te zitten dat ik het ook wel zelf gebruik sommige mm -hmm. dingen heb ik in het verleden echt wel reclame voor gemaakt dat ik zelf nooit snel zou kopen of zou gebruiken mm -hmm. ja uh, je, het is niet alsof ik uh, uh, honderden aanvragen krijg per week nee. dan kan ik kiezen, maar... je kiezen denk ik ook niet dat dat zomaar binnenkomt stroom maar dat zou wel lekker zijn of je bent heel bekend en dat komt binnenstromen ja, het of gekke... je gaat zelf mailen denk ik ja, het gekke is dus YouTube is dus niet zo populair om te adverteren. Het is nee. meer Instagram en TikTok. Dat snap ik wel, omdat je op YouTube, ze um, klik je niet snel door. Heb ik het gevoel. We zien het ook op onze eigen webshop. De meeste verkopen gaan via Instagram. Ja, maar als ik wel eens een video van iemand kijk en ik zie iets voorbij komen wat ik leuk vind, dan ga ik meestal toch wel kijken. Ja. Maar het zijn allemaal, het zijn wel echt drie handelingen meer dan dat je ja, ja, YouTube is, meer is moeilijker om gewoon ja. door te klikken. Dat is mm -hmm. gewoon zo. Maar goed, hoe gaat het verder met vuizen? Want uh, ik heb het lang over de sponsoring gehad, maar. ik... Uh, is er nog iets wat we uh, kunnen melden? Want we, nou, nou, wat ik wel leuk vind... en dat zie je dus volgende week... want het gaat er wel in doen. Oké, okay, dus dit is ook wel een leuk verhaal. Dan gaan we nog even... als het laatste ik verhaal. Ik ben benieuwd welk verhaal dat is. Wij, rij, wij, wij zijn boodschappen aan het doen... vorige week. En we hadden boodschappen in, in, in de auto... en we gingen, we gingen richting huis. En ik dacht van... Oh, ja. Oké, okay, vandaag kunnen we een beetje relaxed aandoen. Want morgen... nee, overmorgen hoeven we pas uit het oude huis... en dan kunnen we even een dagje relaxed. Ja. Want dan kunnen we morgen even alles opruimen was op hemelvaart nou prima dus ik zat lekker nietsvermoedend uh, te genieten van uh, wat had ik nou een kaasgrasant ja <laughs> toen word ik gebeld anoniem en Gillianne neemt dus ik denk het anoniem nooit op dat kan maar op. twee dingen betekenen Eén. of het UWV belt twee of de woningbouw nou en wat was het de woningbouw. Ja, uh, we staan voor jullie deur uh, voor de eindoplevering. Uh, Hartkloppingen. Ik. Dus ik, ik, zeg, hè, dat is toch uh, morgen? Nou ja. Vrijdag. vrijdag. <laughs> ik dacht vrijdag, maar. Ja, ik dacht het ook. Nou goed, wij hadden het fout, zij hadden het fout. Uh, maar. Dat ze... heb je nou we zijn snel geverraden. Ze stonden voor de deur en we moesten erheen. Ja. Uh, puntje bij paaltje eigenlijk. Uh, dus, nou, opstel ten sprong, we moesten er ja, gelijk in één keer een. Ja, ik kreeg tien minuten om me heen te rijden. Nou, we waren op tien minuten afstand, dus dat uh, ging gelukkig goed. Ze ja. dus we komen eraan en ik helemaal in de stress. Had ik heb die papieren gezocht. Ik zeg, kijk hier, staat het. Hemelvaartsdag was het, geloof <laughs> ja. ik. Toen zegt die vent tegen mij, ja, maar dat is hemelvaartsdag. Ik zeg, ja, staat hier toch echt? <laughs> ja. En uh, ja, 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 ik geloof je ook wel. Dus en, zei hij, um, maar heb je nu nog een ander mailtje gekregen? Want ik heb wel want hij ja. had wel gelijk een beld, zei hij. Toen heeft hij dus, omdat het dus verkeerd was ingepland, heb ik dan een mail gekregen met een nieuwe afspraak een dag eerder. Nou ja, uh, het kan wel eens gebeuren dat ik mailtjes mis. Omdat ik niet alles altijd open. Niet altijd, nooit. Ik kijk wel, ik kijk wel steeds vaker. Ik heb nu namelijk aangetikt dat ik alleen dingen wil zien die ongelezen zijn. Uh, want anders werd ik overweldigd door die inbox. En dan dacht ik nee, laat maar. Ik snap ja, en um, dus ik door die berichten van de Wooninvest scrollen, ja, het staat er gewoon niet tussen. Die had ik echt niet gemist. Nee. En ik zou het ook eerlijk zeggen, als het wel zo was, ik heb hem niet gemist. Ik heb hem niet gemist? Nee. Dus um, dat huis was zo goed als leeg. Alleen we hadden nog niet voldoende schoongemaakt. Zonden nog wel hier en daar wat spullen. En de scooter moest nog opgeladen worden. Mm. Want die waren dus van plan om terug te gaan rijden. Die, uh, volgens mij, die avond wilden we dat doen. Hè? Spoiler, alert, de scooter is ook weg. Ja. Alles gaat weg in ons leven. Maar uh, toen zeiden ze van: uh, ja, ja, ja. We, um, eigenlijk met de vraag of het nu gewoon kon. Ja. Dachten wij van: ja, wat moeten we anders? Nou ja, weet je wat het is? Je voelt je toch, toch een beetje gedwongen. Ja. En ik dacht van: ja, aan de andere kant. Ik dacht wel gelijk van: oké, okay, als hij het nu op stel een sprong doet. Want ze stonden al met de werkmannen, want ze wilden gelijk alles weer mm -hmm. smeren en zo. Toen dacht ik van ja, maar dan gaan ze misschien ook niet zo moeilijk doen over de gaten die ik heb gemaakt in de muur. Ja, want je had twee plugjes eruit gehaald. Twee toch? kleine plugjes, er kwamen echt zulke gaten. Nou ja, kraters zien... gewoon kraters, uit de, in de muur. Maar dan komt dat die muur echt, uh, ja, ik denk dat die tv wel de kans had om er vanaf te vallen, zo, denk nou, je niet? van één plug, dat was echt eng, want die, die hing al een klein beetje eruit. Oh. Maar goed... Gevaarlijk. Hij zei van ja, eigenlijk graag. Want uh, dan kunnen we gelijk aan de slag. Dus toen ja. zijn we als een gek zijn we alles eruit gaan halen. Want jij had nog uh, was daar staan. Nee, Mijn wasgek stond nog vol. Want ik dacht, dan doe ik daar de laatste was nog. En de vorige bewoner die had natuurlijk wat spullen van ons overgenomen. En dat wilden we nog netjes gaan schoonmaken, maar ja, dat konden dus ze eigenlijk ook niet. Echt. Nee, dus ik heb wel echt even door de koelkast uh, even een uh, spreetje eruit gehaald. Maar het was niet spik en span, zoals ik het zou achterlaten voor iemand uh, anders, maar ja. Ja, ik voelde me heel opgelaten, maar volgens mij voelden ze zichzelf ook opgelaten. Want die ja. vent, die zei van uh, buiten nog toen hij tegen me zei van ja, ik zeg nou, thanks dat we het dan uh, nog een beetje uh, mm -hmm. kunnen. En dat, je, dat we dan uiteindelijk nog de schuur in konden, want we ja. konden dan uiteindelijk de schuur nog dan in. Dan we daar alles even, even inzetten. zei hij, nou jij bedankt, want anders had ik geen werk gehad vandaag. Dus ik dacht ook ja. van, nou oké. Okay. Toen, uh, toen daalde het ook een beetje in dat ik dacht van ja, het is eigenlijk onze fout helemaal niet. Nee, precies. Maar we hadden wel nog wat dingen. Zoals die gekke ketting in de, in de slaapkamer, die hing er nog. Ja. En daar hangt uh, alweer mij uh, s'nachts nog aan, toch? Ja, precies. <laughs> <laughs> ja, had iemand gezegd. Met een halspand. Iemand... Ja, ja. Anders zeiden van, ja, ik vind het eigenlijk niet zo raar, want ik, wij doen het ook met kinderen. Want anders staan kinderen naast ons bed hebben ze gewoon zo Ja, maar dan is dus er zo'n slot en dit was echt wel het idee dat het natuurlijk op een kier kon staan. Ja, dat is waar. Dat is waar ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. We hebben s'avonds alle spullen opgehaald, maar het was toch even dat je denkt Het was van, even stress inderdaad. dat, en, en uh, dat was even, dus een van de redenen waarom de podcast vorige week niet online is gekomen. Omdat bah, er was zoveel gaande op, één, mm. op het moment dat ik echt dacht van, pff, hoe gaan we dit in godsnaam... We moesten echt als een gek aan de, aan de slag met dat huis helemaal leeg. en uh, ik wilde het zo graag schoonmaken, maar ja dat hij zei van schoonmaken is nu niet meer nodig en toen dacht ik oké okay, ja kijk. Uh, ja, dat was op zich wel wat chill. Uh, en, uh, maar toen zouden er een milde schoonmaak in, in stoppen, maar ja hoe ik zelf wat heb mijn, mijn nieuwe woning heb aangetroffen dacht mm. ik van ja wat stelt dat dan voor die milde schoonmaak? Yeah. Maar, maar dat, ja dat, dat ruikt dat dat best lekker. Uh, snel in het eigen zakje gaat. Hoe bedoel je? Geld gaat gewoon in het eigen zakje. In het eigen zakje van die schoonmaker. Nou ja, hij huurt de schoonmaker in, maar hij doet de rekening op zijn eigen rekening. Nee, dat doet hij niet. Hij <laughs> werkt, in loondienst. Nee, maar goed. Hij huurt de schoonmaker in, maar stuurt het naar nou zijn eigen adres. Ja, wel. Niet. Deze week nog een kans twee in ieder geval. Kans je nog, twee? Je moet nog een huis inleveren. Dus op zich kan je kijken of je dan goede schoonmaak bij de woningbouw ja, nog. Ja, ik heb wel echt uh, uh, nadrukkelijk uh, nog gevraagd toch of die afspraak echt doorging. Wat, dat was jij ja, nee, dat heb ik gevraagd. Ik ja. zeg van volgende week vrijdag gaat wel door, hè? Ja. Toen zei, ja, ja, ja het is ja, ja. geen vrijdag trouwens, het is donderdag. Dus hij is het wel. <laughs> dus... dus die gozer is wel weer. Even voor de duidelijkheid, het is donderdag. Is het zeker, want Zeker, ja. ja, het is donderdag. Ik heb de nieuwe afspraak doorgekregen. Die hebben ze wel gemeld oh. Ja, maar het is wel een beetje een troepje, hè? Maar dan gaat die gozer dus wel hij weer komt komen. komt wel, ja. Ah, Oké, okay, nou gezel Kunnen we het dit keer wel goed voor hem doen? Ja. Toch? Boks. Auw, box Au, Boks. Ik denk dat het tijd is voor het snackje van de week. Wauw, heb jij die dan? Het van de week is... Rhythm, 108. Rhythm is ik weet dancer. niet zo goed hoe It's je het uitspreekt die, companion. You Rhythm hangen niet. Anyway. Anyway. Maar nee, die... Uh, dit zijn It's dus... Uh, attraction. Wow, uh, zijn Beacon dus. feeling. Uh, <laughs> ja, die zijn echt geweldig. Sowieso, dat merk je toch <laughs> lekker? Dit merk ik... Uh, ik kreeg een reepje. Een reepje, van je zus? een reepje van mijn zus in de brievenbus gegooid. Toen we nog uh, tegenover elkaar woonden. Kan nu niet meer, hè? Nee. Nou ja, we zien erop. Hier toch? Het was een kokosreepje. Ja. En ik dacht, van, wow, heaven, heavenly. Dus ik ben naar de Ecoplaza gerend. Vandaag? Nee, meerdere dagen. Oh, dat, oh ja, ja, ja. Toen heb ik nog andere producten gehaald. Zag ik vandaag deze koekjes. Maar ze hebben er nog meer wel? Ja, ze hebben nog meer. Maar ik vond iets met kokos. Oh, okay. En nog iets. Maar dit was wel de lekkerste. Volgens mij hebben ze ook nog andere smaken. We, we hebben dit zakje binnen, denk ik, een kwartiertje opgegeven. Ja, was echt geweldig. Dat is echt... 3,90 euro voor, uh, wat zou het zijn? Wel prijzig, misschien? 13 koekjes? 135 gram. Hoeveel, hoeveel koekjes zou het? 15 koekjes misschien geweest ja, zijn? Ja, zoiets denk ik. Ik denk dat we allebei wel 7 af ja, te hebben. Ja, 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 denk ik ook wel. Maar geweldig. Beetje prijzig, maar het is wel... Je proeft wel dat het wat meer... Um, uh, met minder stof is. Het is glutenfree, hè? Kan je dat gluten geloven, glutenfree? Glutenfree. meestal is dat heel erg um, droog. Deze komt niet in de mysterybox, trouwens. Over de mysterybox gesproken. Er komt iets aan, jongens. We hebben een eigen mysterybox ontworpen. En dan wil ik nog één ding zeggen. Over drie weken staan we in het theater. Drie weken? Drie weken. Ik schrik een beetje. Hoezo? Ja, het komt zo dichtbij nu. Ja, ja. En door alles wat er gebeurd is, gaan we het toch cancelen. Ja, helaas. Helaas. Nee hoor, geentje. Ik heb er wel echt zin in om jullie te ontmoeten. Want daar gaat het eigenlijk een beetje. Ja, we om. hebben een groot spektakel. We hebben allemaal ballonnen opgeblazen, toch? Nu al? <laughs> dat is een beetje vroeg. Maar wel, ik kreeg vanda eh, vandaag wel een bericht van iemand die misschien een fotobooth achtig iets kan Dat neerzetten. is wel heel erg leuk. Ik vond ja. het heel leuk eruit te zien. Dus ja. dat ja. waarschijnlijk. Kunnen we dan zelf een kadertje ontwerpen of dat niet? Ja, met de eigen logo en zo kan wel, allemaal. Leuk. Op. Dus dat is wel heel leuk. En we zitten eraan te denken om een eigen. Ja, shirt slash uh, tasje te ontwerpen wat niet met overprikkeld per se te maken heeft, maar meer met vet gezellig. Ja. En die gaan we daar dan verkopen. Ook andere spullen zijn daar gewoon te koop. Ja, en ik wil dus heel graag een shirt met een grote foto van ons erbij. Ik was erbij, maar dat wilde jij niet. We kunnen best zelf hem aan hebben. Een Hele grote foto. En, en die dan. Gaan we even weg. Op de voorkant jou. Ja. En dan op de achterkant mij. Ja. Ja? Ja, en okay. ik dan alleen met mijn achterhoofd. En jij ja, we kunnen doet. een sample laten maken daarvan. <laughs> <Dat is> normaal <laughs> Nee, maar ik heb er wel zin in. Maar ik vind het ook een beetje spannend, want we hebben het toen een half jaar geleden bedacht. Toen hadden we ook niet bedacht dat er allemaal dingen tussentijds gingen zo, gebeuren. Er is echt zoveel gebeurd, echt uh, insane. Maar we gaan het er dat ook een beetje in verwerken. Ja, dat gaat verwerkt worden, want we wilden dus. Uh, we hebben ooit gezegd wat het een beetje ging worden. Mm -hmm. En dat gaat het nog steeds wel een beetje worden, maar net iets anders als net dat toen. misschien hadden. Net iets ja, denk persoonlijker, ja, denk persoonlijker misschien wel, ja. Maar ik, uh, ik uh, ik denk dat het wel mooi gaat worden. En dat we in ieder geval. Uh, um, ja, voor de mensen die komen, zijn natuurlijk sowieso echte fans van de podcast en van Precies. vet gezellig. Dus uh, het kan niet misgaan, denk ik. Komende drie weken moet ik veel gaan editen, laten we het daar maar op houden toch? Ja, en, en we uh, moeten ook veel, uh, veel uh, gaan uh, tikken. En wellicht als we het leuk genoeg vonden, die dag, dat we nog een keertje ergens anders gaan. Ja, dan gewoon in het park, park of zo. Als ik er in het park, toch? Nee, nog een Gewoon zaaltje. een soort van open festival-idee. Zo gaan we optreden dan? Nee, 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 dan wil ik wel een zaaltje huren ergens anders. Ja, nee, het hoeft niet, hoor. Schat. Is toch gezellig? Een leuke dag geweest, houd erbij. Hoezo? Misschien als een vind je het festijn. Maar misschien vind je het hartstikke leuk. Ja, het zal vast, maar ik doe toch liever nog een market of zo. <laughs> nee. Hoezo? Ja, vond ik toch net even wat leuker. Dat weet je niet. jij Ik hou niet zo gaat. heel erg van. Uh, van uh, op podium staan en, en voor een zaal praten en zo. Dat is niet helemaal mijn ding. Nee, dat is waar. Dan doe ik het wel alleen. Ja, en uh, dat is in? goed, ja. Toch? Dan doe je het lekker alleen. De grote one-man show. Volgens mij ga ik toch sowieso het meest praten van ons twee. Ja, dat wel. Tuurlijk. En, en mijn stukken zijn opgenomen. Ik ben alleen maar het lip <laughs> <laughs> ja, Goed. Wij uh, gaan verder aan, het, uh, aan de slag uh, in ons huis. Uh, komende maandag of dinsdag, hoop ik, komt er een huisvideo online. Volgende week weer bij de podcast. Ja. Yeah. Tot dan? Hé hey, Maar uh, wanneer hebben we dan die uh, het zaaltje gehuurd om te oefenen? 5 juni? Dat is bijna het redelijkste. Bij Dat is woensdag over drie weken. Okay.